Ja, heel erg tevreden. Ik ben eigenlijk al vanaf de eerste dag eigenlijk ziek. Dus ik ben sowieso heel tevreden met de uitslag en sowieso ook van gisteren. Ik denk als ik fit ben, dan kan het nog iets beter zelfs. Ja, want wat heb je precies? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk in Paraguay van die extreme temperaturen gehad. En dan zit je van het hotel binnen buiten. Dus het is eigenlijk alleen maar van de extreme airco, van de extreme warmte naar buiten. Dus ja, ik heb het zelf een beetje op mat geroepen. Maar ja, het is niet anders. En wat heb je dan precies? Verkouden? Of wat, ja, wat heb je dan? En koorts en keelontsteking en alles in die hoofdpijn. Ja, maar goed, het is niet anders. We gaan gewoon door. En hoe lastig is het dan? Hoe lastig is het dan om je te kunnen concentreren in de auto? Nou ja, dat is op zich niet makkelijk, maar het moet, hè. We gaan ervoor, dus dan hebben we geen keus. Dan hebben we geen keus en dan moeten we niet zeuren. En we zijn hier om te rijden, dus ja, nou ja. Het is alleen gevoel dat wij niet helemaal happy. En dat is gewoon jammer. We hebben super gereden. Gisteren en vandaag ga ik boven verwachten. Maar ja, ik hoop dat we het zo door kunnen zetten. Ja, want waarom is dat boven verwachting? Hoe komt dat dat toch zo goed gaat? Nou ja, toch wel. Ja, boven verwachting. Ik had dit tempo niet van tevoren kunnen bedenken. Nee, ik had wel gehoopt op ergens halverwege. Maar ja, nou zitten we er toch... zo als privéteam hebben we denk ik toch netjes voor elkaar. En ik hoop dat we het zo kunnen volbrengen. Hoe zag de etappe er vandaag uit? Verschrikkelijk snel. Stof, water, modder. Ja, het was geen simpele. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe de anderen eraf gekomen zijn, zeg maar, aan de voorkant van voor de top 10, top 15. Dus wij zijn in ieder geval heel gelukkig en tevreden. En we gaan nu terug naar de bivak. Douchen, eten en pillen erin en slapen. Nog één vraag. Gisteren was het enorm heet, hè? Tenminste de dagen daarvoor ook. Maar gisteren ook tijdens die eerste etappe. Hoe was dat vandaag? Nu ook. Ja, hetzelfde. Ik rijd zonder de airco, dus ik denk dat onze binnentemperatuur rond 50 graden ligt. Dus dat is wel, dat is heftig, hè. En dan zweet je al die ziektekiemen wel weer uit, hè? Sorry? Zeg, dan zweet je al die ziektekiemen wel weer uit, hè? Dat is dan wel weer een voordeel. Ah, ja, dan. Laten we het hopen. Okay. Laten we het hopen dat we het morgen en overmorgen wel een beetje fit zijn.